Oude bedrijventerreinen met verouderde industrie. Je vindt ze overal in Brabant en ze zijn een doorn in het oog van veel Brabanders. De zogenaamde verrommeling van het landschap staat dan ook hoog op de agenda van de provincie. In 2011 wil de provincie 1/3 van alle verouderde terreinen, 1000 hectare maar liefst, opknappen. Deze maand investeert ze zelfs 12 miljoen euro extra hierin. In Brabant hebben wij natuurlijk een probleem met verouderde bedrijventerreinen. We hebben er heel erg veel. En we zijn bezig om na te denken en ook al in praktijk te brengen hoe we dat kunnen oplossen. Maar dat vraagt heel veel tijd en energie en geld. En ik hoop dat we in de komende periode een aantal grote stappen kunnen zetten. Op 22 en 23 september was er internationale aandacht voor de Brabantse aanpak. Een delegatie van bestuurders uit de regio Parijs kwam op bezoek om zich te laten informeren en met eigen ogen te zien hoe hier oude bedrijventerreinen opnieuw worden georganiseerd en ingericht. We hebben vandaag een delegatie op bezoek van Île-de-France. En Île-de-France is natuurlijk een hele grote regio in Frankrijk die ook erg belangrijk is industrieel gezien. Zij hebben ook problemen die wij kennen. Ruimtegebrek is daar een grote pijler bij, maar ook duurzaamheid speelt bij hun een grote rol. Hier in Veghel geven het bedrijfsleven en de overheid samen het goede voorbeeld. Alle partijen zijn hier samen in actie gekomen om zaken als afvalverwerking en beveiliging samen te regelen. Een van de innovaties die hier in Veghel gepleegd zijn is het fenomeen beveiliging. Met name hier op het industrieterrein De Dubbele, waar we met slagbomen en bewakingscamera's een reductie hebben gehad van inbraken van 40 in enig jaar, begin 2005, tot ongeveer 7 nu. Dus dat is een flinke reductie. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre de votre région en termes de réalisation. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour observer, pour comprendre, et puis pour essayer d'adapter votre modèle. Donc je crois qu'ici, c'est très important de savoir comment on peut obtenir en matière d'activité, précisément, les meilleures synergies entre public et privé. Ça me semble extrêmement important. Van deze gelegenheid maakt de provincie ook gebruik om de regio Île-de-France uit te nodigen deel te nemen aan de Innovation Alliance. Zo kan er in de toekomst nog makkelijker worden samengewerkt en is er meer uitwisseling van ervaringen mogelijk. On a besoin d'aller voir chez nos voisins ce qui se passe pour pas tout réinventer et pour prendre connaissance des bonnes pratiques, des bons usages pour les mettre en œuvre.